Nederland heeft te maken met weinig bewolking. Ten zuidwesten van ons land liggen wel wolken klaar en die dringen langzaamaan wat op. Daar zit ook wat neerslag bij in de vorm van een paar regen- en onweersbuien. En die zouden in de loop van de komende uren het zuiden van het land kunnen schampen. Maar op verre weg de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Met vanavond ook lang hoge temperaturen van 20 graden en meer. Als gezegd in het zuiden kleine kans op een regen- of onweersbui. Elders droog weer met de meeste opklaringen in het oosten en noorden van ons land. In de nacht komen de buien misschien iets verder. Maar als het tot een bui komt, blijft het echt bij een lokaal exemplaar. In grote lijnen blijft het droog. En de neerslag hoeveelheden zijn eerder een druppel op een gloeiende plaat dan wat meer. Minimumtemperaturen in de nacht rond een graad of 15. En als morgen de zon een keer opkomt, gaat het kwik ook weer snel omhoog. Het wordt 25 tot 30 graden. Meeste zon in het westen van het land. In het oosten en zuiden mogelijk nog een regen of onweersbui. Maar opnieuw is de kans heel klein. En als er wat gebeurt, dan is het zeer lokaal met beperkte de hoeveelheden. Zondag hebben we al geen neerslag meer en vanaf maandag is het ronduit zonnig. Zondag gemiddeld 27 graden, net als maandag. Daarna gaat de temperatuur weer omhoog. En dat zet ook door, want als we verderop in de periode kijken, dan zitten we in het algemeen dik boven de 30 graden. Voor minimaal 1, 2, 3, 4, 5 dagen. En dat betekent dat de kans groot is dat we richting een landelijke hittegolf gaan. En ook als de warmte dan een beetje getemperd wordt, de hitte ergens medio volgend weekend, blijft het kwik ruimschoots boven de 25 graden. En en blijft het dus volop zomer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.